We zijn al bijna aan het einde van het eerste gedeelte voor de pauze aangekomen. Q Harmony heeft zo dadelijk nog één stuk dat zij voor u zal spelen. Daarna zal er een pauze van ongeveer een half uurtje volgen, waarin u in de foyer wat te drinken kunt krijgen. Ik wil u vriendelijk vragen om allemaal zoveel mogelijk deze zaal te verlaten, zodat Psalm 150 nog even van de gelegenheid gebruik kan maken om in te spelen en af te stemmen met haar solisten. En dan nog even het volgende. Bij binnenkomst heeft u allemaal een programmaboekje gekregen. En in het programmaboekje kunt u ook een vriendenformulier van Q Harmony vinden. Want Q Harmony is namelijk altijd op zoek naar mensen die hun vereniging vol enthousiaste studenten financieel een beetje wil ondersteunen. En wanneer u vriend wordt, krijgt u in ruil daarvoor voor ieder concert een uitnodiging en korting op de toegangskaartjes. Ook ontvangt u dan 4 keer per jaar het verenigingsblad, genaamd de Titus, waarin u op de voet kunt volgen wat er allemaal gebeurt, zowel binnen als buiten de vereniging. Mocht u nou vriend willen worden van dit mooie orkest met zoveel jeugd, dan kunt u het formulier uit het programmaboekje invullen en weer inleveren bij de tafel van Q Harmony, hier zo dadelijk buiten de zaal. Maar voor nu, luistert u nog voor de laatste keer vanavond naar Q Harmony met het opvliegende Afro-Cubaanse Conga del Fuego Nuevo onder leiding van hun dirigent Jan Nellestein.